Volgende woensdag keert de rust terug in Aalst. De pop is verbrand, de carnavalswagens staan terug binnen en de carnavalisten slapen hun roes uit. Als de kater is verdwenen, wat gebeurt er dan met de wagens en de kostuums? Ik zal u eerst zeggen wat er met de mensen gebeurt. Die vallen meestal in een donkere gat. Dat is zo, want je zit hier maanden, in feite alle dagen op elkaar slippen. Lief en leed beleef je samen en dan ja, carnaval is gedaan, dan komt in de stilte. Wij hebben dan meestal de gewoonte om de week na carnaval even samen met de groep de kermis te doen en zo. Dus dat hebben we nog eens bij elkaar. We hebben dan een aansluitende vergadering. Ja, en dan houdt het natuurlijk op. En dan val je natuurlijk wel in een zwart gat, om het zo te zeggen. Die kostuums, ik persoonlijk houd die allemaal bij ons kostuums. Ik denk dat ik van een 20-tal jaren kostuums liggen heb. Misschien sommige attributen die wat groot zijn of die een beetje kapot zijn, die hebben we niet meer, maar voor de rest houden wij ons kostuums. De wagens die worden ook afgebroken, worden stukken van verkocht, indien mogelijk. Dus de beste stukken worden verkocht aan andere groepen of aan mensen uit Nederland, uit andere carnavalsteden in België. En ja, dat is een klein beetje een tegemoetkoming voor de kosten die we gemaakt hebben. Alhoewel dat zeker niet opweegt tegenover de kosten die we eraan hebben. 80.000 euro is de rapdeurs. En dat is een bedrag, dat zijn cijfertjes waar je andere dingen kunt mee doen. En die soms ook ons tegen de bus doen van, shit, voor 2 dagen. Daarmee, wij zijn een groep die recupereren. Wij proberen alles tot de laatste dingen te doen. En dat is het geheim. Dat is het geheim. Kostuums gaan eerst en vooral de wasmachine in, naar de droogkuis. Dat is absoluut nodig na 3 dagen. De wagens die staan hier binnen. Sommige andere groepen die trekken nog naar andere steden om stoeten te gaan lopen, om de kast te spijzen. Wij kiezen daar bewust niet voor. Wij gaan ook weer naar andere steden, maar enkel met kostuum. De wagen wordt gewoon weer afgebroken. Met een beetje geluk wordt die verkocht op de carnavalsbeurs die elk jaar doorgaat hier in de werkhallen. En is dat niet zo, dan gaat alles gewoon de container op en wij beginnen van nul helemaal opnieuw. De wagens blijven meestal staan in ons geval hier tot september. Dan is er carnavalsbeurs en dan zien we of we aan bevriende carnavalgroepen of groepen van Aalst een kop of een onderdeel kunnen verkopen. Of ook veel wordt verkocht buiten Aalst. Platte rust, een beetje rustig, het gewone leven weer de eerste maanden opvangen. En stilletjes aan weer opbouwen naar de toekomst, hè. Nieuwe jaren. Maar dat is niet direct de week na carnaval, want de eerste 2-3 maanden moet echt wel een keer uw gezin ook weer op peil zetten, want je begrijpt me wel, hè.